stijl in dansen. Jij had hier normaal moeten zitten naast Joost van de Kastelen en dat had tot gevolg gehad dat we amper met jou konden praten. Waarschijnlijk. Dus nu zit hier alleen. Joost laat zich verontschuldigen, want die is aan een theatertournee bezig voor pubers, gevaarlijk, met Sorry voor Alles. Jullie hebben elkaar wel ontmoet, denk ik, hè? Ja, we hebben elkaar vroeger al eens half links ontmoet in een café en dat was een zeer droge ontmoeting. Want ik dacht dat Joost was ingeleid in het feit dat wij elkaar zouden ontmoeten. Maar dat was helemaal niet het geval, dus dat was een beetje een raar contact. Maar ik heb hem dan tijdens het maken van het nummer al digitaal ontmoet. En hij is dus ook een paar dagen geleden langs geweest om een mede geweldige clip te maken. Ja, die kan je zien op radio1.be. Dat is een geweldige clip met enig fysiek contact. Er is fysiek contact, ja. Ik probeer Joost een beetje erbij te halen. Ja, zo is het een beetje bij. Maar Stijn, vertel ons, want, oké, een bekentenis. Ik kreeg de tekst binnen en ik dacht, oei, wie zal dit tot zich nemen? Die oei is dan nu omdat we op de radio zijn. Ik dacht je eigenlijk ook, FOK, wat is dit? Ik kreeg die tekst aan en ik had helemaal hetzelfde gevoel. Ja, dus meer, en... ik riep echt van, is er niemand anders? Zijn alle schrijvers bezet? En is dit het echt niet? Dan... Maar sorry, je hebt het over jezelf afgeroepen, want jij bent een seksjunkie. Ja, inderdaad. Maar ik probeer toch in mijn eigen tekst iets suggestiever te zijn. Of iets, ja, dat aan verbeelding over te laten. En om dan een couplet te lezen waarin woorden als penis moeten rijmen op, wat was het nu eigenlijk? Op iets ladies, op ladies, ja, ladies en penis. Ja, dat was een beetje, ik moest mij daarover zitten. Maar eens daar voorbij, er valt wel iets mee te doen. Ik heb enorm veel plezier gehad eigenlijk met het nummer te maken en ook met het hippity hoppity happen, zoals hij het zelf noemt. Dat was heel leuk, ik heb heel hard gelachen. Dat was het opzet, hè? Een soort... ja, wat was het opzet? Ik zal voor de mensen in de zaal, omdat jullie gekomen zijn, waarvoor dank ook. Het was een beetje dit gevoel. Stijn steekt nu zijn tong in zijn wang. Dus een tong in cheek eigenlijk. En ik had het... Dat had jij meteen gevoeld? Joost bedoelde dat ook wel zo. Die overtreffende trap nog cooler dan de coolste cat on the block. Waardoor het een beetje humor wordt. Dat is inderdaad. Dat was het plan. Oh ja, maar dat is niet gemakkelijk. Ja, maar het is een uitdaging, hè? We moeten die aangaan, dus ja. Ik heb mij gesmeten. Die tekst is ook een drietal pagina's lang, denk ik. Ja, ik heb hem ook meegenomen, hoor. Ja, dat denk ik, die ken je nog niet uit het hoofd. Nee, joh, het is echt... Dat is wel iets dat wij ons onderweg begonnen af te vragen. Muziekteksten uit het hoofd leren, dat is waarschijnlijk niet altijd even vanzelfsprekend. Nee, zeker niet. En ik vind dat ook heel moeilijk. Ik moet eerlijk bekennen dat ik een trouwe fan die vaak naar mijn shows komt, misschien kan het nu, op de radio bedanken, Imke Soete, die staat heel vaak van voor. En die weet dat ik mijn teksten ook vaak ja, een beetje vergeet of zo wat zinnen verander. En dan kijk ik naar haar en dan liep zij het voor dat ik het moet doen. Dat is heel leuk. Dus dank u, Imke. Zal ik de tekst dan bij mij nemen? Dan zal ik voorlippen. Nee, dat gaat niet. Nee, maar neem ook een versie. En dat is goed. Als het misloopt, maar als het misloopt, kan je nog altijd woehoe, woehoe. Inderdaad, en het is een geweldige band met leuke backing vocals. Inderdaad. Dus ik geef er wel een draai. Ga je maar plaatsnemen, Stijn. Oké, dank u. Ik verwittig de gevoelige luisteraars. Er komt, het zijn explicit lyrics, maar niemand kan dat even goed als Stijn. Hij neemt plaats achter de microfoon. Normaal heb jij ook allemaal dingen rondom jou. Je geeft het een beetje uit handen. Ik heb telefoon gehad van de chef d'orkest van Serge en die zei ook van ja, hoe ga je dat doen? Neem je spullen mee of spelen wij het? En eigenlijk had ik zoiets van ja, om nu eindelijk eens met die geweldige band te kunnen spelen. Als jullie het willen doen, graag. Perfecte introductie. Ik geef mijn namen nog even mee. Serge Vijs, Filip Wouters, Mirko Banovic, Laurens Smaken, Claudia de Kamer en Patsy Verfaillie. En woehoe. En Ruud. Ja. En woehoe van Joost van de Kastelen en Stijn. Oké, geef er maar een lap op. Tel maar af. Intro bij nummer is altijd handig om dingen af te kondigen of te zeggen of liefdes uit te spreken. Dus ook liefde naar jullie en liefde naar alle mannen. Alle mannen en alle vrouwen in de zaal. En ook naar de backing vocals die nu... We doen het van het 2, 3 en... Woo-hoo!
gewoon thuis. Als je denkt, dit is niet zo ruis. Ook al haat je elk woord uit mijn bek. Ook al noem je mij een talentloze gek. Ook al verklaar je mij zagerig en zot. Ik krijg u wel dat u godverdomme komt. Denk je dat het mij wat kan schelen? Denk je dat het mij niet beven? In je toos kreeg je wel op zijn knieën. Maar mijn haat en goud, die moet je verdienen. Ik haat jullie even hard als de conservatieven. Het enige waar mijn haat niet is tegen bestand, is die serie over het mysterieuze eiland. En ik weet, het is al jaren geleden, maar het blijft mij integreren. We breken het nummer nu even, we doen het wat met de drums. Dat is belangrijk. We onderbreken het nummer nu, staat echt in de tekst. Voor de reclame, dus koop het, maakt niet uit wat. Dus heeft u een smartphone bij, of een tablet, of thuis, of zit u lekker aan de computer. Ga even naar een site toe, koop iets online, of koop iets bij de bakker. En dan brengen we het nummer terug van je 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 en boom! Nu is het tijd voor deel 2. Ja, en dan ben ik klaar hiermee. En het wordt alleen maar luider en luider en luider en luider en luider. Dames, shouten naar de ladies, laat mij alsjeblieft wat pochen over mijn penis. In een bepaald profiel lijkt het alleen maar recht. En volgens mijn exen is hij echt niet zo slecht. Noem mij maar El Hombre, kom El Queso del Diablo. De man met de duivelse kaas in zijn broek en zo. Ja, u hoort het goed, kaas. Wie is hier de baas? Dus laat mij maar stoten en op het einde spuiten. Ik beloof op tijd eruit te komen en te mikken op je kuiten. Ik ben een winnaar van de allergrootste kwaliteit, maar mijn grootste troef is toch mijn bescheidenheid. Dus kom bij mij en laat me jou beminnen en zie de standjes die ik kan verzinnen. Ik ben de mannenstet en jij bent een vrouw en je wilt dat deze baard met tong verdwijnt in jou. Is dit de sexy? Is dit legaal? Ben je wat vies van mij kwijl? Dat is niet erg, ik veeg het aan je dijen en de maak kruip ik naar boven om wat met je te vrijen. Maar voor je kunt zeggen van liever niet, ben ik al lang weg en klaar en rip de beat net als de beat, beat, beat. Dat begrijpt u wel, beat. Ik ben misschien zo blank als ik tussen ochtend horen, maar mijn ritmes zijn de zwartste die je ooit zou horen. Er is echt niemand beter in de keer dan deze, zelfs niet de artiesten van wie ik ze ken. Of is er echt iemand strakker dan deze kerel? Maar ik luister dan ook niet naar de rest van de wereld. Dus als er iemand hoort met betere teksten dan deze, stuur mij een link door, ik ga ze zeker lezen. En zo naderen we het einde van de nummers, voelen we dezelfde leegte als de summer. Maar geen paniek, geen zorgen, er komt een nieuwe cd, misschien zelfs morgen. Of misschien eerder volgend jaar. Ja, dat hangt niet van de platenbaas. Want mijn verkoopcijfers blijven dalen. En kwart leeg blijven mijn zalen. Daarom dus verplicht ik dit lied. Zelf geschreven heb ik het niet. Zelf ben ik een man van weinig woorden. Je hebt in de muziek van zulke soorten. Ja, eerder
lang gehouden, me bezig. En het liefst van al gebruik ik deze. Het liefst van al gebruik ik deze. Lieve mensen, zing gerust mee. Het gaat van